Dit is Radio 538. Dames en heren, Digi Dex en Stef Bos. Is dit nu later? Is dit nu later als je groot bent? Een diploma vol met leugens. Waarop staat dat je de waarheid kent? Yeah. Wakker door die kleine mannen, uren vallen wak. Ontbijt om mijn bed, de verse thee en een croissant. Plus de krant van vandaag, ik ben het dupe van een superman. Eentje pas van 3,5, maar nu wel een soldaat. En ik weet niet waar en ik dat al te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Ben nooit zo onafhankelijk geweest als tegenwoordig. Mijn leven is op orde, maar een kind maakt dat vergankelijk. Is een les voor mij, ik zeg je eerlijk. Er is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de banken, shit. En wat je plan ook is, het is allemaal relatief. Weet je niet, doet me denken aan de zus van een vriendin. Ik laat een traan voor haar, plus ik voor de nabestaan. Dood aan kanker en 2 kinderen nagelaten. En ik denk bij mezelf, wat de hel. Wat loop ik toch te zeiken om mezelf, pluk de dag dus. Is dit nu later? Is dit nu later als je groot bent? Een diploma vol met leugens. Waarop staat dat je de waarheid kent? Is dit nu later? Is dit nu later als je groot bent? Ik snap nog steeds niets van het leven. Ben over de 50 jaar en weet nog steeds niet wie ik ben. Ik zie te veel mensen stressen om whatever. Checken elke uur op Twitter om te kijken wat ze zeggen. Nou, kijk eens wat ze zeggen, bla 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 bla. Dus ik heb zoiets van laat me lekker la la la. Nou, laat me lekker lopen, meningen zijn sowieso verdeeld. En wellicht is die van mij ook eentje van een overkill. Maar mijn visie die is breder dan een modegril. Ik pak de kokosnoot en hak hem open. Drink hem in mijn blote bil, fuck it. Want even eerlijk met je, ja, wat draait het echt om? Waar denk je aan als je ligt op je sterfbed zo? Denk je aan het geld wat je allemaal hebt verdiend? Nee, of denk je aan die vrouwen die je allemaal hebt gewiept? Nee, shit, fucking cliché. Ik ben nu 30 plus. Boerenlul, burgerlul, een stoere rapper was ik never dus. Nooit geweest ever dus. Dit is wat je krijgt, de reflectie van mezelf dus, verpakt in hele rijms. En dit zijn zomaar wat gedachten op een januariochtend. Ik heb zomaar wat gelachen om de shit die net hierop stond. Ik heb zomaar lopen janken afgelopen zaterdag. Want mijn release die was er eentje waar ik tranen lag. Luister, mijn familie die was daar. En Dagmar die was daar. Kleine Bo was uit logeren. In gedachten was hij daar. En mijn vrienden waren daar. Na de show liep ik naar buiten. We smokten er nog eentje. Blij dat ik me zo kan uit. Ik kan cynisch blijven doen en me verschuilen achter maskers. Af en toe wel grappig, maar uiteindelijk te makkelijk. Gezegend met de shit hier, dus laat me zeggen. Of wacht, ik kijk naar boven en tel de sterren. Is dit nu later? Is dit nu later als je groot bent? Een diploma vol met leugens. Waarop staat dat je de waarheid kent? Is dit nu later? Is dit nu later als je groot bent? Ik snap nog steeds niets van het leven. Weet nog steeds niet wie ik ben. Digi Dex en Stef Bos! Wauw! Prachtig, waanzinnig. Dit is Radio 538.